3, 2, 1, en... Voor dit prachtige decor van het Kloosterplein viert de Marotte dit jaar de opening van het nieuw vastelavondseizoen. Met een officiële aftrap. Diverse artiesten, de bekendmaking van een nieuwe Grootje Pin en metmaking van een aantal cafés. Borduren ze weer op een idee van de oud-prinsen van een aantal jaar geleden. Verlaat u hiervan metgenijten. Als vastelavond Limburg wil ik veel, toen is een weekje lang het afgesteld. De forensen zijn altijd vastgesteld. Dit is het jongste op de weg. Zit er dan weer geuren? Ho, ho, ho. We moeten weer stoppen. Zit er dan weer geuren? Ho, ho, ho. Wie geeft het kaas dan op? Maurice Endemans, kan je eens gaat vertellen over de nieuwe opzet van dit programma? Ja, we hebben het idee van de oude prinsen van 2 jaar geleden hebben we opgepakt natuurlijk dat de lui naar de cafékes gaan in de stad. Maar om van tevoren om toch ook meer lui te trekken naar de stad. Om dan een programma te doen met een officieel opening. En getartiesten en dan een officiële handeling en de bekendmaking van de Grootje Pin. En zodoende de vastelavond in de lui hier in Zittert. Met de hele vereniging. Mogen we vroeg vragen wat je ervan vindt? Nou, veel zin dus met de ganse vereniging, hier wel een groot gedeelte, inclusief de jeugdprins en de grote prins natuurlijk. En we vinden het fantastisch dat weer er Zittertse verenigingen de eerste keer hier gezamenlijk het seizoen openen op de 11e van de 11e op een soort stukje Zittert hier op het Kloosterplein. En ik heb al juist gezegd tegen Vos Frits van de Marotte, Lorde zit ook vanuit Groot Zittert, de samenwerkende verenigingen. En ze blijft ook in de toekomst vasthouden en nog goed brengen. Doe en ik en dit. Samen is het zonder als ieder wil zich hier met ons en met u. Er is de vaste lach en zij ons altijd samen kreeg. Ruud Meeuwissen, een van de initiatiefnemers van de Grootje Pin, die is net gepresenteerd. Kunt u ons een beetje van het systeem achter de pin vertellen? Ja, wat is het systeem van de Grootje Pin? We hebben gemeente als Club Kim Goot om het druk te doen voor de verenigingen in Zittert. Die hebben het zwaar genoeg, die kennen best wel een cent gebroken. Dus we hebben een pin gemaakt, daarvoor laten ontwerpen. En vervolgens kent met dat pin verkopen. Dan kent je kocht weer voor 5 euro. 1 euro kost pin om te maken en 4 euro gooit naar de verenigingen, dus je kan je dan een chance met verdelen. En waar is dat pin allemaal te koop? Hij is uiteraard te koop op de webshop, dus dat is degrootjepin.nl. Maar, niet te vergeten, je kan natuurlijk ook bij de verenigingen zelf kopen. Dan verdienen ze de centen aan, dat moet je ook zeker doen. Mevrouw, ik zag hier al heel vreugd staan. Wat vind je ervan? Ik vind het geweldig. Vreugd, we gaan echt naar de vaste lopen. Ook alleen mijn strijd geweest? Nee, alleen de Zittert, ik houd het kort bij. Vind ik gezelliger. Gans frisje natuurlijk, hè? Van Zittert, hè? Tuurlijk. Wat vind je er hiervan vanavond? Ja, geweldig toch? Moest alleen het meer lu komen, hè? Maar voor de rest geweldig. Dan maar een mega stukje. Je speelt een kooi bij jaren en jaren. Eerder je mutsje nog zo. Je neemt me aan en weet je weer. Heb ze me goed zien doen, dan geef ik me geen woord. Ik neem me aan de toetenbal. Kom van me, heb ze kind, heb ze me in de hoofd.